Welkom bij het Provinciejournaal. Wij kijken terug op de belangrijkste zaken van afgelopen week en we blikken vooruit op volgende week. De Eerste Kamer besprak deze week de mediawet, tot in de late uurtjes. Ze zijn er nog niet uit. De provincie wil dat de positie van Omroep Friesland goed geregeld wordt. Eén ding is duidelijk, zou de plan er nou bij lezen, zei het de Senaat die meerder hiet, zou kind net. Lekker sliepen voor dadelijk. Ja. Friesland was deze week onbereikbaar over de afsluitdijk door een storing in de bruggen. De provincie wil snel met de minister van Infrastructuur en Milieu om tafel over de aanpak van de bruggen en de sluis. De storing is inmiddels wel verholpen. De provincie komt met een nieuwe cultuurnota, maar schrijft die niet alleen. De Mienskip werd dinsdagavond uitgenodigd mee te denken. Die input gebruiken we voor de nieuwe nota 2017-2020. Hoe staat het ervoor met de centrale as? De centrale as gaat in het najaar open voor autoverkeer. Rond de zomer vinden er voor de opening uiteenlopende festiviteiten plaats. Er is een sportevenement, er is het draven, er is het fietsen. Er is een hele grote eermerk van de ondernemers Utis Omjouwing. Er is een eerbeloftspul onder oren. Er is heel volle werk dat verzetten we het troch de meeske zelfs. En zo vieren we te gerden dat de centrale as iepen git. U wist het misschien niet, maar de provincie heeft veel Fries vastgoed in bezit. Soms doen we daar afstand van. Ons vastgoed, bijvoorbeeld gebouwen, kabels en natuurgrond, vindt u sinds deze week op een nieuwe website. Dat was het weer voor deze week. Tot volgende week.